U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag scheen de zon behoorlijk. Soms trokken er wat sluieroken over. En dat leverde zoals op deze foto fraaie verkleuringen op. Irisatie noemen we dat ook wel. Een halo werd zichtbaar. Die sluierwolken kunnen we ook wel zien als we naar de satellietfoto kijken. Uh, Dan zien ze voornamelijk over het westen van het land trekken. In het zuidoosten van het land eerst nog eventjes wat bewolking. Maar dat front dat uh, dat veroorzaakte trok geleidelijk aan richting Duitsland. De klaarde het ook op. Flinke zonnige periode dus. En die zonnige periode, die opklaringen houden we voorlopig ook. Kijk maar naar de computeruitvoer. Een hoge drukgebied trekt over Nederland. En dat levert brede opklaringen op in de nacht. Morgen flinke zonnige periode, vooral in het noordoosten van het land. In het westen wat meer bewolking in de loop van de dag. Een schampende en uitdovende storing trekt langs, vooral in de nacht naar donderdag. En donderdag overdag is dan gewoon weer flink wat ruimte voor de zon. En na dat weer zo'n nieuwe zwakke storing, maar ook die gaat ons voorlopig niet bereiken. Die zal ons hooguit schampen met wat hoge sluierwolken. Zover is het nog lang niet. Eerst die avond en die nacht. Het wordt behoorlijk fris. Vanavond nog niet, 5 tot 7 graden. Vooral in het noorden brede opklaringen. In het zuiden zijn ze iets minder breed, maar komen ze ook gewoon voor. Heldere momenten dus. Dit levert in de nachttemperaturen rond het vriespunt op. En heel misschien dat er lokaal eens een keer wat nevel of een misbank ontstaat in het binnenland. Temperatuur, als gezegd, lokaal net onder nul. Ook morgenochtend vroeg nog betekent dat we de autoruiten misschien wel moeten krabben. Zeker als we vroeg op pad gaan. Daarna is het vooral in het noordoosten van het land behoorlijk zonnig. In het zuiden en ook in het westen van het land komen meer wolken voor. Dat zijn vaak sluierwolken. De zon schijnt er nog best doorheen. Dus ook daar een vriendelijk weerbeeld. Temperaturen lopen uiteindelijk op naar 9 tot 11 graden. Staat niet heel veel wind. In de loop van de dag wordt de wind zuidoostelijk. En zal dan zwak tot matig zijn. Hooguit kracht 3. Dan gaan we naar donderdag. Dan hebben we vooral de zon in het zuidoosten in de ochtend. Op andere plaatsen eerst nog wat meer wolkenvelden. Het blijft wel droog en de zon wint in de loop van de dag terrein. Matige zuidoostenwind, temperaturen tot maar liefst 13 graden in het zuidwesten van het land. Maar de dagen daarna gaat de temperatuur wat omlaag. De wind draait naar het oosten tot noordoosten en dat levert een wat koelere aanvoer op. Vrijdag 8 graden, zaterdag een graad of 7. Op beide dagen is er nog wel ruimte voor de zon. Maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft overigens op de meeste plaatsen droog. Dan het temperatuurverloop de dagen daarna. In het weekeinde temperaturen van zo'n 7, 8 graden. Maar we zien de dagen daarna dat het kwik weer gaat stijgen. En dat we weer boven de 10 graden uitkomen. Nog steeds die zaagtand in de 15-daagse verwachting. En dat betekent dat er flink wat ruimte is voor opklaringen. Zon dus overdag en heldere momenten in de nacht. Misschien dat dan het kwik eens een keertje in de buurt van het vriespunt komt. Ik ben Marco Verhoef